Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending op de maandagmiddag. We gaan deze week gewoon lekker creatief starten. En we gaan dus starten met een lekkere knutsel live middag. Deze week is mijn planning een klein beetje veranderd. Ik zou namelijk vanmiddag onder voorbehoud live gaan. Morgenmiddag zou ik een showtime doen. En daar is een kleine verandering, want ik ben morgenavond om 7 uur in de groep van Studio Light. En dan ben ik woensdagmiddag om 3 uur ben ik live in de groep met nieuwe artikelen. Ik ga nog even een aangepast bericht wel weer plaatsen, maar ik ben er dus in ieder geval morgenmiddag niet. Maar ik ben dus morgenavond in de groep van Studio Light. En dan gaan we iets met de Festive Forest collectie doen. Nou, vanmiddag even weer een knutsel live. Er komt namelijk deze week weer wat leuks bij ons binnen. En dat is van Jalecro, de groothandel. En dat is een nieuw merk, dat is Fairy Bells. En dat is ontworpen door Ilse Scheffer. Van Jalecro. En Ilse die was, dat is ongeveer 3 weekjes terug of zo bij ons geweest. En toen had ze het er al wel over. En ik heb dus alvast wat printjes hier. En vanmiddag wil ik daar met jullie mee aan de slag. Als het goed is, komt het morgen of overmorgen bij ons binnen. Nou, dit zijn art journaling en cardmaking sets. Daarmee kan je dus kaarten maken of de art journaling gaan doen. En daarin zit 8 verschillende designs. Op het formaat van 20x20x3. Geprint op speciaal 120 grams mat papier. En er zitten dus 8x3 is 24 velletjes in. Nou, zit er bij mij niet allemaal mee in. Ik heb proefjes, dus dit is geprint. Dus het is... net iets minder kwaliteit misschien. Maar op zich, het zijn hele mooie prints. Dus ik ga vanmiddag hiermee aan de slag. Dit velletje zit erin. En deze zit erin. Ik heb ze dus niet meer allemaal 3 keer. Maar dat zal ik straks laten zien waarom. Deze van de kerst. Er zitten hele mooie elfjes bij. Nou, je ziet al wel, dit kan je dus ook weer onwijs leuk combineren met de Maremi Small Art. Er zitten hele mooie paddenstoelen bij. En er zitten vlinders bij. Dit is setje 2. Daar wilde ik vanmiddag ook eigenlijk wat mee gaan maken. En die andere setjes wil ik ook nog even snel laten zien. Dit is de blauwe. Kijk eens, die is ook echt geweldig gaaf. En ik zat stiekem al te denken van, ga ik nou echt met deze wat doen? Of ga ik toch met die blauwe snel wat doen? Dit is toch ook gewoon gaaf. Nou, die fairies zitten erbij. Dus dit zit er ook allemaal 3 keer in. Deze pakketjes die zijn dan €7,95, dus dat is ook gewoon een leuke prijs. We hebben er één voor de herfst. Dus ik laat ze gewoon even allemaal zien. Deze zijn nu alvast in de webwinkel te bestellen, maar die komen dus morgen of overmorgen bij ons binnen. Ook voor kaarten is dit zeer geschikt. Kijk toch eens, deze plaatjes zijn toch ook gewoon geweldig. Leuke herfstplaatjes. Dus dit kan je ook gewoon als basisplaatje voor je kaart gebruiken. Mooie herfstpapieren. Er zitten paddenstoelen bij. Nog meer herfstpapieren. Pompoenen. Blaadjes met druppels. En dan komen de plaatjes weer. Dus dat is de herfstkit. Dat is setje 2. Dat is setje 3, sorry. En er is er ook nog eentje voor de Halloween. En dat is deze. Nou, ik heb zelf iets minder met de Halloween. Maar er zitten wel hele leuke plaatjes bij. En ook mooie achtergronden. Kijk,
Zoals dit ook, ja, voor de herfst zou ik dat wel weer ontzettend leuk vinden. Je kan er wel hele leuke sprookjes van maken. Nou, pompoenen erbij, ook als je hiervoor weer allemaal elementjes zet. Het is toch gewoon gaaf. En deze dan, het huis met die paddenstoelen, om hier gewoon een elfje weer voor te zetten. Oh, nu had ik wat voor de kerst voorbereid en nou denk ik van, ga ik dat echt doen of ga ik toch met een ander setje aan de slag? Nee, laten we maar gewoon doen wat we klaar hadden liggen. Weet je, er komen nog wel meerdere lives. Laten we die andere dan maar een andere keer gaan doen. Omdat ik iets heb liggen en ik weet niet 100% of ik het wel helemaal leuk vind of niet. Maar het gaat goed komen. Juist dan is het een uitdaging om er iets van te maken, hè. Zoals ik al zei, ik had dus die voor de kerst gepakt. En mijn bedoeling is om er dus weer een plannerpagina van te gaan maken. Nu had ik een velletje gepakt. En dat is dit velletje. En als jullie goed kijken, hoort hij zo aan elkaar te zitten. Maar ik vind het altijd leuk om twee pagina's te maken. Dat het dan wel weer één geheel gaat worden. Dus ik ga deze aan die kant plakken. En ik ga die aan die kant plakken. En dan moet dat in mijn journal gaan komen. En dan moet dat helemaal het tafereeltje gaan worden. We gaan gewoon vanaf de basis weer beginnen. En we gaan wel zien, ja, wat het gaat worden. Vanaf de basis beginnen. Dat betekent dus als eerste even onze gel medium erbij om het op te gaan plakken. Nou, ik ben heel blij dat deze gel medium deze week uit gaat komen. Want ik heb hem bijna op. En dat is een gel medium van Art by Marleen. En ik vind hem gewoon ontzettend fijn. Maar ja, mijn pot is al bijna leeg. Deze, omdat dit dus het formaat is van 20,5, die paperpad, paste dus ook perfect in mijn planner. Dus we gaan er gewoon weer een planner van maken. En heb jij geen planner, je kan er, of vind jij dat niet leuk om te doen, je kan er gewoon ook prima een kaart van maken. Even de randjes nog een klein beetje aanzetten. Hebben we het eventueel ook gelijk weer geprimed. Deze gaan we ook eventjes opplakken. Zo. Ja, of ik het helemaal af ga krijgen vanmiddag. Dat gaan we... dan is de pot van Art by Marleen veel te klein voor jou, Janine. Nou ja, het zijn toch potten van... ja. Ik zie het er zo niet op staan hoeveel milliliter het is. Zal vast wel in de webwinkel erbij staan. De potten zijn op zich groot genoeg. Maar ik heb het gewoon heel veel gebruikt al. En ja, weet je... Een grote pot neemt ook alleen maar heel veel ruimte in beslag. Ik vind het op zich wel fijn als je ook een keer een nieuwe pot weer kan pakken. Want je gaat toch ja, wel een beetje aan de zijkanten ook smeren. En dan ja, sluiten ze toch soms net iets minder goed. Of juist te goed. Dat je nog wat restantjes hebt zitten. En dan krijg je het de volgende keer niet weer open. Want het is natuurlijk wel een lijm. Ik doe deze weer even in een vochtig doekje. Even snel een klein beetje de lijm daar afpoetsen. Want dan kan ik hem straks weer verder gaan gebruiken. Even snel een klein beetje droog veunen. Drink ik ondertussen even een slokje. Pruimen kan dat met elk goedje. Gewoon kwestie van laag smeren. Nee, dat kan niet met elk goedje. Het kan wel met transparante gesso of met een moppotje of iets dergelijks.
Wat het verschil is tussen een clear gesso en een gel medium, dat durf ik... clear gesso, volgens mij is dat alleen een primer en kun je daar niet mee plakken. En een gel medium kan je ook mee plakken. Oh, ik had op aanraden van anderen had ik een aantal dingen van mijn Facebook afgegooid. Ik ga even mijn iPad toch opnieuw opstarten. Ik heb het nu niet gedaan. Ik had het pas ook al een tijdje. Dan moest ik ook mijn iPad eerst weer opstarten voor de live, voordat ik reacties mee kan lezen. Het ging een hele tijd weer goed en nu begint het weer. Dus ik ga heel eventjes mijn iPad opnieuw opstarten, want ik vind het wel fijn om toch ook een beetje te kunnen zien wat ik aan het doen ben. Dus even weer een klein beetje geduld. Hij is aan het opstarten. Nou, ondertussen kan ik wel even mijn gesso alvast erbij pakken. Ik wil namelijk met gewoon de witte gesso. Nou, dat papiertje wat er omheen zit, die ga ik er maar afdoen, want dat is nu helemaal vochtig en dat werkt niet echt meer. Ik ga deze keer de gesso maar even met een sponsje een beetje aanbrengen. Kijken. iPad is ondertussen weer aan het opstarten. Dan moet ik even de live weer opzoeken. Volgende keer maar eventjes mezelf herinneren dat ik het van tevoren eventjes weer allemaal eerst af ga sluiten. Witte gesso, want ik wil de achtergrond een beetje in elkaar over laten lopen. We willen op de achtergrond gewoon nog, ja... Ik weet eigenlijk nog niet waar ik het mee op kleur wil gaan brengen. Ik denk dat we nog een beetje verfjes gaan pakken. Een paar stencils er nog bij. Daar mag het ook net iets lichter worden. Het is tenslotte winter, dus een beetje sneeuw bovenaan. Ook hier aan de zijkant een beetje wittig. Dan heb je niet zo'n harde lijn aan de zijkant. Ik vind dat altijd, ja... Toch iets mooier dat dat net iets flexibeler in elkaar zit. Of iets subtieler in elkaar overvloeit, laat ik zo zeggen. Ook hier aan de zijkanten een klein beetje gesso. Ik heb nog verfjes, ik heb nog... crayons in de buurt liggen. Ik heb nog potloden in de buurt liggen. Dus er zal vast wel iets zijn waar we het weer één geheel mee kunnen maken. Daar mag het ook allemaal net iets lichter. Want dat moet straks allemaal in mijn achtergrond komen. Die vlinder, die wil ik ook iets lichter hebben, want die gaat niet passen bij het tafereeltje wat ik voor ogen heb. Dit ga ik ook even een beetje droogfeunen weer. Even kijken, waar gaan we mee beginnen? Ik denk dat ik deze keer de crayons weer pak. Want ik zat te denken, de kleur... Of nee, zat ik niet te denken, want dat is onzin. Want ik pak het nu gewoon ter plekke erbij. Maar ik wil een beetje rood, ik wil een beetje blauw erbij hebben... En ik denk dat groen van de Rustic Wilderness wel leuk is. En anders heb ik nog deze groen. We gaan gewoon wat verschillende tintjes doen.
Dit is ook nog iets blauwer. Ach, we gaan het gewoon proberen. Ik ga in ieder geval zo rondom die overgang. En dan gaan we een beetje van die rode bij doen. Dan gaan we dat straks met water even een beetje activeren. Ik ga het ook gewoon gelijk bij deze doen. Hier zit mooi een beetje ook blauw bij je in de achtergrond. Ik vind dat wel leuk. Dat het gewoon niet alleen maar rood wordt. En groen. Ja, het voordeel van die krijtjes vind ik dat je zelf kan sturen waar je de kleuren wilt hebben. Dit is kleur Rustic Wilderness. Je kan dit ook met distress inktjes doen en die kunnen er natuurlijk ook gewoon nog bij erbij gaan pakken straks. Je kan er nog sprays bij gaan gebruiken. De potloden zou je erbij kunnen gaan gebruiken. Het gaat er gewoon om dat we straks een leuke gekleurde achtergrond hebben. Even kijken. Deze keer pak ik er gewoon even een beetje water uit een penseeltje erbij. Nou ja, penseeltje. Dit is een lekkere grote. En dat laat ik ook gewoon over mijn designpapier weer heen lopen. Zodat het gewoon één geheel gaat worden straks. Ik zal zo de namen van de crayons even nog een keer weer noemen. Ik ga dat blauwe straks weer overheen doen. Want jullie zien natuurlijk wel, als je dit zo uitpoetst, dan krijg je dat die kleuren in elkaar over gaan lopen. Maar ik heb nu straks een mooie basis en dan ga ik daarop dus weer verder werken. Dus dit gaan we zo een beetje doen, dat wordt lekker een beetje vies. Want het moet namelijk ook niet niet te donker worden. Ik wil mijn achtergrond gewoon lekker een beetje lichtjes houden. Eigenlijk was de bedoeling, maar we gaan het zien. Worden ze beide hetzelfde? Nee. En dat hoeft ook niet. Is ook niet de bedoeling. En we gaan hier straks nog met mask stencils en van alles nog weer overheen werken. Dit is even een eerste basis. Het gaat wel leuk worden. Het ziet er voor jullie misschien nog een beetje uit dat je denkt van oh help. Maar het gaat straks helemaal goed komen. Dat zijn we ondertussen wel gewend, hè? Vaak zijn we in het begin veel te bang en dan durven we niet verder te gaan. En dan uiteindelijk, de meest vieze achtergronden worden de mooiste creaties. Ik ga nu zo lekker eerst even weer een beetje dat rode er nog weer bij pakken. Dit is een basislaag. De rode heb ik de Lumberjack Plate en de Tarte Granberry. Tarte Granberry, dat is de een uit een setje van de Halloween of van de kerst. En die heeft dus ook een beetje zo'n parelmoer tintje erin zitten. Die gaan we daar doen.
Je kan er dus ook gewoon met je vingers weer lekker uitsmeren, want we hadden nu al een mooie basislaag eronder zitten. Kijk, zie je dan? Krijg je gewoon echt helemaal straks weer je eigen achtergrondje. Ik hou daarvan. Even kijken. Hier wil ik ook nog een beetje rood. En bovenaan komt nog een beetje rood. Nou, straks weer lekker overheen stempelen en nog weer spetteren met onze witte pennen. Even kijken. We gaan nog een beetje van die blauw weer erbij doen. En die blauw komt ook gewoon hier over het designpapier. Blauw komt hier weer een beetje tussen. Nou, mijn bedoeling is dat dus straks nog wat leuke plaatjes op de achtergrond, maar dat het gewoon echt één geheel weer gaat worden met onze plaatjes. Daar ook weer een beetje blauw. Ik heb nog hele leuke mask stencils met ijskristalletjes. Die gaan we er straks nog bij doen. Die komt daar. En die komt daar. Ik wil ook hieronder nog een beetje blauw. Kijk, dat poets ik dan gewoon zo weer een beetje in de achtergrond. Mag ook daar nog. En nog een beetje groen erbij. Dit is de kleur Rustic Wilderness. Rustic Wilderness gaat daar nog een beetje. Nou, het is een, jullie kunnen in ieder geval niet zeggen dat ik niet gekliederd heb vanmiddag. Want het is, dit is wel echt kliederen. Even kijken, daar nog een beetje. Je kijkt gewoon een beetje qua kleur van, ja, waar wil ik nog wat extra accenten hebben. En dan wordt het vanzelf wat. Even kijken, daar overheen. Gaan we ook nog weer lekker een beetje, omdat het toch kerst is. En ik wil het een beetje vintage-achtig hebben. Gaan we toch nog weer een klein beetje met gesso poetsen. En dan poets ik gewoon een beetje her en der. De lichtblauwe van de crayons, dat is de Speckled Egg. Deze pakken we daarbij. Dan gaan we eens even een beetje even een mask stencil erbij pakken. Even kijken welke mask stencil. Dit is op zich wel een hele leuke. En even kijken, wat gaan we met dit mask stencil doen? Gaan we daar mee blenden of gaan we daarmee met een pasta doen? Even kijken. Nou, ik denk dat we gewoon rode ijskristalletjes gaan maken. Blending toolsje daarvoor. We doen met de lumberjack plate. Gaan we deze een beetje op de achtergrond brengen. Kijk, dat is toch leuk. Kijk eens, gewoon niet te veel, maar dat je zo ook weer een beetje richting dat randje daar doet. Zodat het weer één geheel gaat worden straks. Dit is er een van Studio Light. Ik zal straks na de live nog wel even weer alles gaan linken voor jullie. Maar ik weet gewoon niet wat ik allemaal ga gebruiken.
Dus we gaan het zien. Dit is wel een heel mooi mask stencil, moet ik zeggen. Die wil ik ook hier nog een beetje. Even kijken, wat kunnen we nog meer? Heb ik nog een mask stencil of niet? Ja, ik heb wel mask stencils, maar even kijken of ik er nog één voor de kerst heb. Of dat ik nog een ander leuk patroontje heb. Ik heb in ieder geval nog wat stempeltjes. Die kunnen we erbij gaan pakken. Nou weet je, ik denk dat ik ook dit patroontje erbij ga doen. Dat is dan wel geen kerst. Maar ik vind hem wel ontzettend leuk. En die ga ik dan even kijken. Ook gewoon met rood doen. Weet je, dit kan ook gewoon prima voor de kerst. Het hoeven niet alleen maar kerstelementen te zijn. Dat motiefje ga ik ook hier onderaan nog een beetje weer doen. En ook hier bovenaan. Nou, het wordt steeds leuker. Nu moet ik even bedenken, want ik had natuurlijk een beetje wat spulletjes verzameld. Maar dan moet ik even kijken of het zo meteen nog gaat passen allemaal. Dat ik niet alles volplak. Ik heb een aantal plaatjes nog weer uitgeknipt. Kijk, die kan daar wel weer mooi achter. Dan kan daar nog een kerstbal achter. Volgens mij had ik die daar bedacht. Moet ik even kijken. Deze komt daar op de grond in ieder geval. Oh nee. Wat ik voor deze bedacht had, lag aan deze kant. Daar kwam nog een kerstboom. Daar had ik een elfje. En die komt daarvoor. Dan had ik bij deze nog een dennenappeltje ergens bedacht. Maar dat dennenappeltje kan ook daarachter. Dat zijn gewoon plaatjes, die heb ik een beetje geknipt uit, uit het achtergrondpapier. Bij deze wilde ik die dennenappel daar zo onderaan gaan plakken. Dat we daar gewoon alles zo hebben. Komt zij zo en een beetje schaduw daaronder. Dan denk ik dat ik daar bovenaan niet al te veel moet doen. Even kijken. Er zitten ook wat vlindertjes bij. Er zou een vlindertje daarop kunnen. Dan ga ik bij deze die cadeautjes daar nog voor zetten en dan komt zij daar net een beetje zo weer achter. Kan die paddenstoel heel iets die kant op. Even kijken. Dan denk ik dat ik die bloem daarachter doe. Oh, ik heb gewoon veel te veel, jongens. Vlindertje kan daar dan nog weer op. Dan zou daar voor de mooie rode kleur zou hier nog weer die. Nou, ik denk dat dat al wel aardig wat wordt. Maar we moeten natuurlijk ook aan de boven- en aan de onderkant nog wat dingen doen. Hier heb ik trouwens nog een kerstbal. Die past daar dan nog.
En dan doe ik dat, die doe ik daar. Ik denk dat dit qua decoratie wel aardig genoeg is. Ik heb nog wel een stempeltje van Studio Light met wat Christmas songs. Nou, dat is altijd leuk om in de achtergrond te verwerken. Even kijken. Dan ga ik daarvoor een archival inkt pakken. Even kijken. En omdat ik met de kleur Speckled Egg bezig ben, ga ik ook maar Speckled Egg op de achtergrond gebruiken van de Distress. Dus de Christmas song, die ga ik dan nog even voor jullie linken. Dat komt nog. En dit is gewoon een lichte kleur, dus het zal niet extreem in de achtergrond komen. En dat is ook niet de bedoeling. Moet gewoon lekker lichtjes. Ik ga ook nog even, en daar pak ik maar gewoon weer het JMA setje voor, wat takjes stempelen. Ik wil hier bovenaan nog een paar groene takjes hebben. En daar pak ik die ook voor. En deze denk ik. Even kijken, een acrylblokje. Moet ik ook nog wel hebben. Acrylblokje. Die ligt hier. Even kijken, wat voor kleur ga ik daarvoor pakken? Een groene. Even kijken, Rustic Wilderness. En ik denk dat ik de Library Green ga doen. Even kijken, ik ga beginnen met deze. Dat is zo'n hulstakje. Gewoon even ook een paar keer afstempelen. Die gaan we daar stempelen. Daar stempelen. En daar nog een keer. Die wil ik ook hier in het hoekje nog weer hebben. Dus ik gebruik daarvoor de kleur Rustic Wilderness. Dan gaan we met de kleur Rustic Wilderness ook dat kleine takje nog even stempelen. Die doe ik daar ook nog weer iets overheen. Die komt ook bij deze nog. Daar mag die komen. En daar. En hier in het hoekje. Dan ga ik dat grote takje, ga ik met de kleur Library Green doen. Maar ja, ik vind het wel leuk om even wat verschillende kleuren groen ook weer daarbovenin te verwerken. Die komt ook daar gewoon een beetje tussendoor. En die komt daar nog een beetje. Dus gewoon lekker een beetje afstempelen. Die komt daar tussen, daar nog een stukje. En daar wil ik hem weer net iets donkerder hebben. Dus ik pak nog even weer deze tussendoor. Oh, dit gaat toch helemaal leuk worden. Het wordt compleet anders dan ik gedacht had. En dat is juist zo leuk. Even kijken, die stempeltjes, die ruim ik even een beetje op.
dit setje van Studio Light heeft van die leuke besjes. Ja, ik vind het wel leuk om die rode besjes ook nog weer erbij te stempelen. Even kijken. Ik ga daarvoor nog even een rode inkt pakken. Even kijken. Dan wordt het gewoon fire brick. Vandaag gaan we een keer met archival stempelen. Kijk, dat past ook heel goed. Daar wat leuke besjes. Daar komen wat besjes. En daar komen wat besjes. Kijk, zie je, hoeft niet allemaal exact dezelfde kleuren rood te gebruiken. Het gaat gewoon om het totaalplaatje. En dat wordt ontzettend leuk. Ik heb ook nog deze leuke stempels van Crealise. Leane, sorry. En ik denk dat we deze hier ook bij gaan gebruiken. Het is toch tof om dat gewoon zo een beetje over de achtergrond weer te doen. Dat wil ik niet te donker, dus ik denk dat ik daarvoor dan... Oh, wacht even. Niet te donker zeg ik, maar de kleur speckled egg, denk ik dat net iets te licht voor dit is. Maar ik heb nog een hele toffe kleur en dat is... Deze, de Balmy Night, dat is een beetje groen, grijs-groen. En ik denk dat die net wat mooier op gaat vallen. Dus dit is een stempeltje van Leane. Kijk eens, oh dit is tof. Dit is leuk. I like it. Die komt hier ook tussendoor. Kijk, dat is toch gaaf. Ook op de andere kant dan maar. Die dennetak, die gebruik ik inderdaad heel vaak. En die is van de JMA collectie van vorig jaar. Maar volgens mij is die nog wel gewoon verkrijgbaar. Oh, dit gaat echt leuk worden. Op die stempel van JMA... Even kijken waar... Echt, als je eenmaal aan het knutselen bent, dan is je werkruimte gewoon veel te klein, hè? Kijk, die dennetak zit op dit setje. Hierin zit... Ook nog een Christmas song. En ik wil toch nog net wat meer script erop hebben. Dus ik pak deze er nog even bij met die kleur Balmy Night. En die druk ik her en der nog in de achtergrond. Nou, ik denk dat ik dit wel eventjes genoeg vind. Ik ga dit heel ietsjes drogen, dat ik zeker weet dat alles, alle inktjes ook droog zijn. En dan gaan we zo even de plaatjes opplakken. En dan gaan we dan nog even kijken wat er nog bij kan. Er komen natuurlijk nog kerstteksten op. En of we dat met een stickertje doen of met iets anders, dat gaan we nog even bekijken. Even kijken. Deze boom... Die hoorde op deze. Dan heb ik mijn gel medium weer nodig. Even kijken. Gel medium stond hier. Ik ga dit even een beetje organiseren. Dat ik dat even aan de kanten ga leggen. Dan heb ik iets meer ruimte. Deze even apart leggen. Zodat ik straks nog weet welke kleuren ik gebruikt heb. Zo. Een beetje ruimte.
We hebben onze gel medium. Even kijken, deze kwam hier onderaan, dus dan plak ik die als eerste even op. Vond wel leuk om die erbij te gebruiken. Dat heeft gewoon, ja, dan krijg je plaatje gewoon net even weer wat meer kleur nog. Want er zat niet zo heel veel bruin in. Nou, die gaan we daar zo ongeveer plakken. Weet je, als het niet helemaal exact hetzelfde zit, maakt het ook niet zo heel erg uit. Het is collage hard. Dus je plakt het gewoon laagje op laagje allemaal op. Maar dat weten jullie ondertussen wel, want ik heb inmiddels al zoveel lives ermee gedaan dat jullie het vast al wel zo ongeveer kunnen dromen. Deze kwam daarvoor, daar komt straks wat schaduw achter. Ik denk dat we dat zo gaan plakken. En weet je, we kunnen altijd straks nog wat extra elementen weer toevoegen, hè? Denk niet dat ik dat ga doen. Ik denk dat dit straks wel meer dan genoeg is. Maar ja, we moeten ook de schaduw straks nog doen. Dit plaatje komt dus ook uit het setje. Ook gewoon uitgeknipt. Zij komt daar dan weer net een beetje voor. Kerstboom nog even vastplakken. Die komt een klein beetje achter die haren. En een klein beetje over de cadeautjes heen. Kijk, het past allemaal precies. Nee, deze komt niet in mijn Maremis album, want dit is natuurlijk een ander merk. En ik wil dat, ja, de kerstboek, dat wordt ook gewoon echt een Maremis kerstboek. Dus ik wil dat wel een klein beetje gescheiden gaan houden. Maar dat komt wel goed. Deze gaat ook wel weer gevuld worden. Vlindertje erbij op. Dan gaan we deze ook even vastplakken. Dankjewel voor dat jullie de linken voor de producten er alvast bij zetten. Super. Ja, ik weet met dit soort lives van tevoren gewoon nog niet precies wat ik allemaal ga gebruiken. En ja, dan doe ik het dus na de live even. Maar als jullie mij ondertussen al een beetje helpen, ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. Dat is voor de mensen die het tijdens de live dan al snel willen bestellen. Dat kan, maar als het goed is, is er straks na de live ook nog genoeg over, hoor. Hoop ik. Kerstballen, die wilde ik daar ook nog een beetje achter stoppen. Ja, soms moet je hier even een beetje snel mee doorwerken, want hiermee geldt wel, vast is vast. En soms zit het best wel snel vast en dan denk ik, help, ik had eigenlijk nog net daar wat achter willen drukken. En dat gaat dan niet meer. Even kijken, deze kwam ook daar nog weer net achter. Het komt dan een beetje zo weer over die kersen, ja, die paddenstoel heen. Even kijken, dan kwam deze daar nog.
En komt zij daarvoor te staan. Oh, het is volle bak hier op het plaatje. Er is straks weer genoeg te zien. Hier komt straks nog een beetje schaduw onderlangs. En ik denk dat we er een beetje sneeuw nog bij gaan doen. Het sneeuwt wel een beetje in het bos. Een leuk klein vlindertje heb ik nog. Die komt daar precies op. Dat past niet. Iets hoger. Anders is die verstopt. Dat is ook jammer. Nou, deze fairies zijn dus ook gewoon uit dit setje. Alle plaatjes wat ik nu gebruikt heb, komen dus allemaal uit dit paperpad van Fairy Bells. En de Fairy Bells, die hebben ook een eigen Facebookgroep. Dus je kan ook nog lid worden van die Facebookgroep. Wacht even. Zij kan toch ietsjes opzij, want ik wil die vlinder eigenlijk een beetje coveren. We hebben daar de paddenstoel wel weg, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat ik dit wel een leuke compositie vind, dat het ook meer dan genoeg is. Dan gaan we deze opruimen. Ga ik even een klein beetje poetsen. Dan gaan we dit droogfeunen en dan gaan we verder denken voor de achtergrond. En dan gaan we nog schaduw aanbrengen. En pas dan gaat het echt leuk worden. Maar we hebben... Ja, ik zie dat de tijd al wel weer hard gaat. We hebben nog ruim een kwartier. Dus we moeten nog wel een eindje kunnen komen. Ik zal niet te veel gaan poetsen nu. Dit gaan we even recht maken. Wat er wel weer echt leuke pagina's, moet ik zeggen. Ik ben niet ontevreden. En zie je, nu kan je toch, je hebt nu een basis van het designpapier. En je gaat dat dus weer helemaal naar je eigen stijl opwerken. En dat vind ik juist zo leuk. Ik ga er even een laagje transparante gesso overheen zetten, zodat ik met watercolors weer aan de slag kan. Dan is mijn achtergrond tegen iets meer water beschermd, zeg maar. Dan kunnen we lekker kliederen. Ik doe het even niet over het hele plaatje, omdat ik dus ook met inkten heb gewerkt die op water reageren. En als ik dat te nat maak, dan gaat het dus allemaal in elkaar overlopen. Maar wel de stukken waar ik zeker weet van daar wil ik met watercolors gaan werken, daar zet ik het dus wel een beetje extra aan. Kan je ook met je Mod Podge doen. Ik vind zelf de clear gesso eigenlijk net wat fijner. Daar kan ik mijn kleurtjes mooier op uitvloeien. Maar het kan wel met een gel medium. En dat is gewoon waar je zelf, wat vind jij het fijnste om mee te werken. En daar moet je gewoon naar kijken. Ook bij die paddenstoel wil ik nog een beetje accenten aanbrengen. Dus ook die gaan we even in de gesso zetten. Ondertussen schijnt het zonnetje hier heerlijk op mijn werkmat. Deze gaan we eventjes ook weer droog maken. Je vindt mijn werkblad
wat donker. Heb je geen licht erboven? Jawel, ik heb gewoon mijn lamp aan. Volgens mij. Ik heb nu niks anders dan normaal. Dus ik weet niet waar dat waardoor komt. Ik weet niet of er meerdere zijn die daar last van hebben. Ik ga dit even een beetje droog peulen. Zo. Nou, we gaan richting wat accenten en dat soort dingen. De drop of snow pak ik er weer bij. Maar je kan natuurlijk ook spetteren met allerlei andere alternatieven. Dat is maar net wat jij zelf in huis hebt en wat jij eraan kwijt wilt. Ik vond in eerste instantie deze drop of snow ook... cru gezegd in zijn gat duur. Maar ja, toen ik hem eenmaal geprobeerd had, toen dacht ik van... Ik word hier toch wel heel erg blij van. Maar goed, ik kan in niemands portemonnee kijken. Dus we hebben gewoon ook alternatieven die goedkoper zijn. En je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld een gewoon de Posca pen. Weet je, dat gaat ook prima. Dus kijk wat jij zelf hebt. Ik doe dit gewoon even spetteren met een klein penseeltje. Nou, voor de afwerking kijk ik gewoon echt weer een beetje ter plekke van wat wil ik er allemaal bij doen. Hoe ga ik een beetje starten. Dus we gaan het zien. Er moet in ieder geval, het is kerst, dus er moet nog wat bling bling bij komen. Ja, die Posca pen, nou die is denk ik blij dat hij ondertussen even bij mag komen na al die mishandelingen. Met een gel pen vind ik het altijd leuk om wat extra witte highlights aan te zetten. Nou, ook dat weten jullie ondertussen al wel. Ook zoals in dat jurkje vind ik dat ook ontzettend leuk. Ja, ik vind het ook leuk om dat te doen met de contourliner. Dan ligt het er helemaal dik bovenop. Maar dit is nu in de live even ietsjes sneller te doen. Ook op onze paddenstoel. Daar kunnen straks misschien ook nog dennenappel. Kunnen straks misschien ook nog wel even wat, wat glittertjes of wat sneeuw op gaan doen. Ook in de paddenstoel vind ik het altijd leuk om gewoon een paar kleine highlights nog weer te maken. Langs de cadeautjes wat streepjes. Want weet je, door die witte highlights gaat je plaatje gewoon net wat meer op de voorgrond komen. Hier kan je ook wat dingen, stipjes in maken. Hier ga ik wel de contourliner bij pakken. Ook in deze paddenstoel. Een paar highlights. Nou, ik krijg nu wel een beetje valse schaduw hier. Dat, dat de zon een beetje gaat irriteren. Dus ik hoop dat het voor jullie nog te zien is. Ik zit wel een beetje irritant aan het werk. Maar dat maakt niet uit. Het komt vast wel goed. Ook in die blaadjes doe ik vaak een beetje highlights. En hier zitten van die leuke besjes. Daar gaan we zo een beetje goud op doen. Nou, ook op dit soort besjes, wat we hier gestempeld hebben, vind ik het leuk om ook wat highlights te doen. Ook dat zal ik straks na de live gewoon nog even afmaken. Ik denk haast dat dat begin van de avond wordt, dat ik dat helemaal klaar heb. Maar ik wil wel even nog een zo goed als laten zien hoe het gaat worden. We zijn er nog lange niet. Maar dan kan ik wel alle tijd met al die highlights met wit gaan, gaan doen. Dat vind ik voor jullie ook weer niet leuk. Dus ik pak er gewoon even een paar uit en de rest gaan we later doen.
Met ook in die paddenstoel even weer. En zoals deze kun je ook nog even leuk wat accenten in onze bloem. Nou, hier zit ook zo'n balletje. Daar doen we nog. We gaan zo eens even een tekst erbij verzinnen. En ik wil rondom die paddenstoel ook sowieso nog even samen met jullie wat schaduw aanbrengen. Contourliner goud is ook leuk in onze dennenappeltjes. Ja, weet je, contourliner goud, ik vind hem gewoon zo leuk. Ik hou van gouden accentjes voor de kerst. Gewoon een beetje bling bling, her en der, niet te veel. Ook in dat jurkje. Daar een beetje. Kijk, en we hebben hier van die leuke takjes. Die takjes gaan we ook accentjes met de goud aangeven. Even kijken. Bij deze, nou, die heeft een mooie kerstbal waar wel wat goud in kan. Hier kunnen wel wat gouden spikkeltjes. En ook op de vleugels kan wat goud. Kijk, dat is toch gaaf. Ik ga dan, want dit moet nu dan eerst even drogen. En je kunt prima hier overheen straks nog weer die, witte glitters doen. Glitters, ik maak ze heel vaak nu met die glitters van Curitake. Maar het kan dus ook gewoon met goedkopere glitters. Ik hoop dat jullie het qua schaduw nog kunnen zien. Maar het is wel... Weet je, ik ga heel even mijn luikje toch nog dicht doen. Anders is het voor jullie toch niet echt meer te zien. En dat is jammer. Deze patroontjes vind ik wel leuk om een paar highlights nog mee aan te zetten. Dat kan je doen met een fijne doodlepen. Gewoon niet te veel. Dus een beetje rondom de randjes weer tekenen. Ik ga dan ook een doodelrandje langs de zijkanten nog maken. Doe ik dat langs mijn hele plaatje? Nee, en ook gewoon lekker een beetje kliederen. Dus die gaan we daar een beetje omheen zetten. Waarmee zullen we de schaduw doen? Zullen we dat met een potlood doen of... Met de watercolor pencils of met crayons. Even kijken. Oh, ik ga eerst even een tekst er nog bij zoeken. Moeten we er nog een tekst op hebben? Dit zijn wel hele kleine tekstjes. Ja, Merry Christmas. Even kijken. Heb ik nog iets anders? Ik heb nog wel, ach weet je, ik ga gewoon weer voor die rubbons. Waarom ook niet? Even kijken. We doen dan bij deze, denk ik, Hello Happy Holidays. Happy Holidays. Kijk, dat kan daar mooi tussen.
En dan kan hier ook nog wel een leuke tekst. The jolliest. Of doen we... Believe in the magic. Die fairy die zit daar. Dan vind ik Believe in the magic wel leuk. En dan kan er alsnog wel iets van... Merry and Bright. Believe in... Dat gaan we doen. Kijk, doen we Merry and Bright daar een beetje. En dan Believe in the magic net iets schuiner. Even kijken. We gaan... Doc. Potloodje voor de schaduw. Ik ga eens een keer een ander kleurtje doen. Ik ga de kleur sepia ink doen. Of het leuk is, weet ik niet. Vast wel. Ik wil gewoon af en toe ook even een keer wat andere kleuren proberen. Die moet iets droger worden. Heb ik nog een... stukje keukenpapier. Dat heb ik ook nog. Nou, ik moet dus na die tijd nog een beetje accentjes doen. Maar dat gaat nog komen. Een beetje finishing touch nog. Maar het grootste gedeelte is straks mooi klaar. Een beetje rondom de plaatjes wat schaduw met een potlood. En ik doe liever een aantal laagjes even opbouwen. Zodat het gewoon niet te donker wordt. En gewoon lekker in de achtergrond wegpoetsen. Dus ook gewoon rondom het plaatje een klein beetje van je potlood. En dan kunnen we straks kunnen we daar nog weer een klein beetje witte accentjes weer aangeven. Dus de bedoeling is dat je gewoon ja, een klein beetje die dingen weer extra highlights geeft. Zodat het echt op gaat vallen. De kleur sepia ink is trouwens ook wel een hele mooie kleur moet ik zeggen. Die is ook niet te heftig aanwezig. En omdat we dus met een gesso hebben gewerkt, kunnen we dat gewoon lekker er weer overheen doen. Nou, ik ga dat ook hier rondom die paddenstoel nog een beetje doen. Ik vind het makkelijkste om gewoon eerst even een beetje die inkt op te pakken van mijn penseel of van mijn potlood en dan aan te geven. Ook al bijvoorbeeld, hier zit dan... die poinsettia, dan vind ik het ook leuk om daar omheen ook nog gewoon een klein beetje schaduw te doen, zodat hij er gewoon echt wat donkerder bovenop komt te liggen. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes, ja, dat moet gewoon na de live nog even gebeuren. Maar dan weten jullie wel hoe het werkt. Dus ook gewoon hier onder die paddenstoel, weet je dan... gaat het gewoon allemaal nog net even weer wat meer ja, leven, vind ik. Ook gewoon rondom de vleugeltjes nog een beetje. Nou, de vleugeltjes bij deze krijgen dus ook gewoon dat witte nog. Ook bij deze paddenstoel zou ik bijvoorbeeld hier in de paddenstoel ook nog gewoon extra highlights aanzetten. En je ziet wel, je kan dus ook gewoon je paddenstoel nog net wat meer kleur weer gaan geven. Dit kan je allemaal weer lekker uit gaan vloeien. Kijk, zie je, dit wordt toch tof. Ja, ik ben dan eigenlijk niet te stoppen, terwijl ik weet dat ik moet stoppen. Maar ja, goed. Oh, weet je wat we bij deze pagina nog op gaan doen?
dat ga ik doen. Ik ga daarna stoppen, maar dat wil ik nog even aan jullie wel laten zien. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik ga er nog weer wat van die pastiche overheen doen. Pastiche, dat is zo'n embossingpoedertje. Met van die dikke stukken erin. En dat strooi ik er even overheen. Dat is gewoon zo'n leuke finishing touch, zeg maar. Die ga ik vanaf de onderkant verhitten. Want daar doen we dus geen embossingpoeder onder. Of geen Versamark eronder. Dus dat moet eerst een beetje aan het papier vastzitten. Voordat het goed versmelt. Want anders blaast straks alles weer weg. Ja, dit is een beetje onhandig vasthouden onder de camera. Maar ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien dat het nu gaat smelten. En dan zal ik het zo meteen eventjes laten zien. Het laatste zal ik wel eventjes doen. Want ik krijg het nu toch niet helemaal af. Maar dan hebben jullie in ieder geval gezien hoe het eruit komt te zien. Kijk. En dat zijn dus een soort waterdruppels. En er zit wat wit in en er zit wat transparant in. Dus dat gaat daar nog weer helemaal overheen komen. Het is zo leuk. Nou, de teksten ga ik er dus nog opmaken. Ik ga nog de laatste finishing touch doen. En dan in principe... even kijken, de teksten, ga je die achteraf ook accentueren? Dat weet ik nog niet. Dit zijn van die wrijfplaatjes, dus die... kunnen er gewoon op en ik kan ze eventueel nog accentueren door gewoon met de gelpen er overheen te gaan. Dus dat kan. Dus het grootste gedeelte is klaar. Onderaan komt dus nog schaduw en een beetje sneeuw. Er komen nog wat finishing touch dingen. Maar ik zal hem vanavond of morgen even af gaan maken en dan gaan jullie hem zien. Deze setjes komen dus... als het goed is, morgen of overmorgen bij ons binnen. Maar dan hebben jullie in ieder geval alvast een beetje inspiratie ermee. Voor nu bedankt. Vanavond kunnen jullie dus nog meekijken met Monique Eding. Dan is zij er om 7:30. En zij gaat jullie dan ook weer met wat leuks inspireren. Dus kijk gezellig mee. Voor nu bedankt en tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!